We zijn op dit moment bezig met een samenwerkingstraject met een criminologisch instituut, Bureau Beken, en het RIEK uit Rotterdam. En daar speelt ondermijning en dat is echt een heel groot probleem daar. En wat we daaraan doen zijn, is om te kijken of we met behulp van open data, dus open beschikbare data, ondermijningsbeelden inzichtelijk kunnen maken, zodat die analisten echt met één druk op de knop direct kunnen zien wat speelt er binnen een bepaalde gemeente, zodat die analisten vervolgens dat kunnen, hun tijd kunnen gebruiken om dat beter te kunnen duiden en analyseren en die diepgang te kunnen brengen. Dus we kunnen veel productiever en effectiever hun werk doen en dus veel beter het ondermijningsbeeld gaan krijgen. Data science is nu echt een vlucht aan het nemen. Het wordt ook steeds toegankelijker. Veel organisaties zijn ermee aan het proeven. Waar ze wel mee worstelen is, hoe pak je dat nou aan? Hoe ga je nou de eerste stappen zetten om te komen tot een data science oplossing? Daar hebben wij een methode voor ontwikkeld dat je in 5 dagen van een probleem naar een gevalideerd prototype met hulp van data science kan krijgen. En wij zien dat dat enorm aanslaat omdat men behoefte heeft aan houvast en praktisch toepasbare manieren om aan de slag te gaan met data science. Wat wij gaan laten zien is hoe wij kennis van de straat, dus echt vanuit experts die op straat lopen en ondermijningsbeelden echt op heel decentraal niveau ervaren, dat vertalen wij naar een model, dus met behulp van Bureau Beken en het RIEK, en hoe we dan open bronnen, open data kunnen gebruiken om zo een ondermijningsbeeld te creëren. En dat is, het klinkt allemaal heel zwaar, maar dat is echt heel, heel praktisch toepasbaar en daarmee kun je eigenlijk morgen aan de slag om aan de gang te gaan om ondermijning tegen te gaan.